Nu ben ik heel benieuwd wie van jullie er heel erg into MMA is. Weten jullie toevallig dat er afgelopen nacht nog een Nederlander voor in de UFC bezig is geweest? Stefan Struve heeft vannacht gevochten. Hey, kennen jullie die, de skyscraper? Moet ik ook al verklappen wie hem gewonnen heeft? Hij vocht tegen Pat Barry. Oren dicht houden als je die al weet. In de tweede ronde heeft Stefan Struve middels een submission gewonnen. Yeah! Natuurlijk ook 30 december. Niemand minder dan Alistair Overeem tegen Brock Lesnar. Oh, dat wordt ook een partij, zeg. Man. Maar goed, we houden het even lekker lokaal hier. We gaan hier zometeen de grote UFC 3 finale spelen. Dus op de TSQ stand is op de gedurende de hele dag tegen elkaar geknokt. En degene die de twee spelers die de snelste knockout of submission hebben uitgevoerd, die mogen het zometeen hier tegen elkaar opnemen. En ik ben heel benieuwd hoe snel zij hun tegenstander de afgelopen dag knockout of gesubmit hebben gekregen. En zometeen gaan we trouwens ook te horen krijgen wat ze kunnen winnen. Maar voordat we de twee spelers, de twee finalisten gaan introduceren aan jullie, wil ik eerst even onze MMA-expert bij uitstek op het podium halen. Geef hem nogmaals een applaus, Binnens! Mensen hebben er zin in, we gaan knallen aan. Ja, anders ik wel. Ik kijk elke keer weer uit naar zo'n potje UFC. Gisteren hadden we een fantastische finale. Van John Jones, John Bones Jones tegen Rashad Sugar, Rashad Evans. De verrassende uitslag. Wat? Evans won. Inderdaad, Evans won gisteren inderdaad. We zullen zien of het vandaag ook weer gaat gebeuren. Ik denk dat het de hoogste tijd is om meteen maar de twee finalisten op het podium te halen. Hier zijn ze, geef ze een daverend applaus! Yeah. Samen met onze liefdallige Astilla. Wat kan jullie voorstellen? Dit zijn de allerbeste finalisten van de dag! Marco en Gino! Vertel eens eerst even, hoe snel heb jij het straks je knock-out gemaakt? 35 seconden. 35 seconden, en jij? Ja, 9 seconden. Oké, wat? Oh, gelukt? Was gelukt, ja. Oh, dat is gelukt. Hey, wat ik heel erg benieuwd naar ben, is met wie jullie gaan vechten. Want we hebben een aantal hele toffe wedstrijden in de UFC. We gaan light heavyweight knokken. En ik denk dat de mensen ook wel een klein beetje benieuwd zijn. Wie zijn de vechters die tegen elkaar gaan lopen knokken? Wie is het? Is dit de man die je gaat kiezen? Aan deze kant, John Bones Jones! De undisputed high-hank heavyweight champion of the world! En het mooie is, kijk, deze pot hebben we vorige week nog in het echt niet gezien. Want zijn tegenstander heeft namelijk Rampage Jackson! Ja, Rampage Jackson is vorige week een onderspit delven, maar we gaan kijken of in deze finale, deze grote finale, waarbij je eerder dan de rest van de wereld UFC 3 al kunt spelen. Dat is namelijk de game die je ook meteen kunt winnen. Je kunt hem gewoon eerder spelen dan de rest. En het voordeel daarbij is dat je natuurlijk je eigen character al kan gaan maken. En tegen de tijd dat de game uit is, heb jij gewoon je eigen customized character, level 100. En dan pak je gewoon iedereen. Lekker toch? Absoluut. Dus John Jones hier tegen Quinton Rampage Jackson. Ik ben een beetje benieuwd wat de strategie gaat worden. Ja, Jackson is toch meer van een knockout punch, terwijl John Jones een zeer veelzijdige MMA fighter is. Kan heel goed submissions uitdelen, is ook bijzonder lenig, kan trappen, kan stoten. Het is ongelooflijk wat hij allemaal kan. Een van de grootste talenten en misschien wel een van de grootste MMA fighters ever. Dus we zullen het zien. Heb jij een bepaalde strategie in je hoofd? Gaan maar niet gebruiken. Wat ga je? Een lange reach. Nou, dan wens ik je heel veel succes daarmee. En hoe ga jij het doen? Nee,
lekker mooi! Gewoon weer lekker je ding doen. Ga je weer van staan vechten of ga je gewoon lekker naar een rook of wil je eigenlijk niet vertellen? Ja, gewoon staan. Blijf staan. We gaan echt van de rook aan. Nee, zo is het denk jij. Ik zei gisteren dat Michel uit de verrassing zou winnen. En dat is ook gebeurd. Ik ben nu heel erg benieuwd naar alle kanten op. Wie van jullie is er voor Rampage Jackson? Wie van jullie is er voor John Jones? We zullen zien of het ook daadwerkelijk een 50-50 match gaat worden. Ik zou zeggen, jongens, druk maar als je er klaar voor bent. Dan gaan we toch een machtpartij krijgen. Het kan zomaar 3 ronden duren, 5 ronden zelfs, maar het kan zo ook zomaar in 10 seconden klaar zijn. Nee, absoluut. En ik denk de eerste makkelijker is dan de laatste. Mark, en deze jongen is te groot. Mark, doe het! Heb jij een nieuwe UFC al gespeeld? Tijd? Nee, nog niet helaas. Ik heb geen tijd om even naar die boerta te gaan, maar als ik straks even tijd heb, ga ik hem zeker even checken. Ik ben heel benieuwd. Ik heb de vorige reden ook helemaal kapot gespeeld. Ik had ook echt een super customized character. Dus, ik heb hem customized, hè? Ja, ik vind het echt tof hoor. Echt een eigen character maken, naar level 100 pushen. En gewoon submissions kunnen maken die gewoon niemand kan tegenhouden. John Bones Jones. John Jones is a very powerful wrestler with some of the most ruthless elbow strikes we've ever seen. He is an unpredictable fighter on the feet, not afraid to throw crazy spinning, high risk shots, and he attacks from all kinds of angles. Fired up and ready to go. Rampage Jackson is known for his huge slams. He has the ability to pick guys up over his head and just plant them into the mat. He's a solid wrestler, a powerful striker, and he doesn't get a lot of credit for how intelligent a fighter he is. He always comes in with an effective game plan and adapts well to every opponent. Rampage Jackson, ready to throw down and put on a show. Is brought to you by Zenergy, powered by Zions. See you guys in the next one. Is one of the Even zwaar. John Jones is a stuk langer. We zullen zien of hij daar zijn voordeel uit kan halen. Ladies and gentlemen, this fight is three rounds in the UFC Light Heavyweight Division. Introducing first. Fighting out of the blue corner. This man is a mixed martial arts. He stands 6'4" tall. Weighing in at 205 pounds. Fighting out of Endicott, New York. Ladies and gentlemen, he is the current UFC Light Heavyweight Champion of the World, John Jones! Fighting out of the red corner. This man is a mixed martial artist. He stands 6'1" tall. Weighing in at
Maar dat betekent dus, ja, ik zei het al, het kan 300 of 500 duren, maar het kan ook na een halve minuut voorbij zijn. En dat is hier dus het geval. Hier hebben we hem. The Undisputed UFC Grand Champion, Alper Nederland! Schijt, van harte gefeliciteerd. Wat gaat er nu door je heen? Niks. Helemaal niks. Ik zou ook heel blij zijn als ik gewoon eerder dan de rest van de wereld de game zou hebben. Ga jij nog lekker veel spelen? Schijt, wat ging er fout? Ja, als je op de grond bent, ben je bijna al niet geloofd. Ja, ik ging op de grond en zeker met de MP's. Helaas, je hebt de school nog doen ofzo. Helaas, je baalt wel hè? Ja, Likjes, maar ik heb het wel. Dat maakt niet uit. Ze komen nu nog allemaal mee. Ja, wordt het nog even bevestigd. Ja, dan laat ik nog even een applaus voor John Bone Jones! Ja jongens, ik zou zeggen, opstoten maar weer en bedankt voor jullie. Prachtige gevecht, het was weer een genot om naar te kijken. Heerlijk, die, ja, die, de referee moest wel interfereren. Nee, natuurlijk. Inderdaad. Anders gebeuren ongelukken. Precies. En we mogen ook even een applausje voor onze MMA-expert Binners! En mag ik voor de 100.000ste keer, maar het is nooit genoeg. En kijk, een applaus voor Silla! Oh man, man! Ik had hem gisteren nog gezegd. Woo! Oh.